Wat vind jij een belangrijk thema voor de OR? Nou, een belangrijk thema voor de OR vind ik loopbaanontwikkeling en talenten behouden voor het Erasmus MC. Eigenlijk als ik gewoon de afgelopen jaren zie, merk ik gewoon dat er onwijs veel talent is binnen ons ziekenhuis en eigenlijk ook in de regio. En wat je eigenlijk gewoon merkt in het Erasmus is dat heel veel mensen die willen heel veel. Heel veel medewerkers die zien ook heel veel perspectief, maar dat perspectief wordt eigenlijk niet altijd geboden. Nee. En daardoor heb je ook kans dat medewerkers vertrekken eigenlijk naar andere ziekenhuizen of naar andere instellingen. Waardoor we eigenlijk ook talent kan verdwijnen eigenlijk in ons ziekenhuis. En dat is eigenlijk enorm zonde. En wat kan de OR daarin betekenen dan? Nou, ik denk dat de OR daarin kan betekenen is denk ik een stukje personeelsbeleid. Dus wat je eigenlijk ziet, zeker op hoger niveau, is dit gewoon iets waarvan je zegt, nou, de raad van bestuur eigenlijk op dat niveau moet nadenken over wat kunnen wij doen om onze goede mensen binnen dit ziekenhuis te behouden. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die echte professionals zijn en vakinhoudelijk heel veel kennis hebben, dat die ook daadwerkelijk binnen ons ziekenhuis blijven. En ik denk dat met zo'n belangrijk thema als loopbaanperspectief, dat mensen in het ziekenhuis die mee gaan doen aan de OR of zitten in de OR, dat die daadwerkelijk ook met de Raad van Bestuur mee kunnen denken aan het beleid van het Erasmus MC op dit gebied. Wat kan de OR voor jou betekenen? Nou, ik denk wat de OR voor mij kan betekenen. Ik denk dat als we het specifiek hebben zeg maar over het thema waar we het net over hadden, maar zeker ook over andere belangrijke thema's binnen het Erasmus MC. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan thema's als diversiteit. Inderdaad het thema wat ik net al noemde, dat stukje loopbaanontwikkeling. Maar ook dat je ziet van hoe, op welke manier kunnen mensen op een goede manier beloond worden. Maar ook van hoe kunnen we werken aan het stukje vitaliteit, wat ik ook een enorm belangrijk onderwerp vind. Ik denk dat over dat soort onderwerpen waar mensen zich persoonlijk, waar ze persoonlijk interesse in hebben, maar ook waar zij persoonlijk echt baat bij hebben dat er voor hun gebeurt. Ik denk dat als dat soort belangrijke thema's binnen de OR besproken worden en ook tegelijkertijd als daar handen en voeten aan worden gegeven door het hoge management, denk ik dat daarmee ook er zeg maar nog meer geluisterd kan worden naar de stem van de werknemers. En doordat er nog meer wordt geluisterd naar de stem van de werknemers, zie je dus ook dat er daardoor meer eigenlijk tevredenheid komt van werknemers.